Op een zondag dat het huwelijk centraal staat in de woorddienst, zou je misschien in onze kathedraal uh, toevlucht kunnen nemen tot het schilderij De Bruiloft van Cana van Maarten de Vos. Maar eerlijk gezegd is er een huwelijkstafereel dat nog sterker aanwezig is in onze kathedrale ruimte: dat je op verschillende plaatsen ook tegenkomt. Meer bepaald afbeeldingen van het huwelijk van Jozef en Maria het huwelijk van die twee mensen die de basis zullen vormen van de heilige familie, de plaats waar God als mens groot wordt. We kijken naar een concrete afbeelding daarvan op de achterkant van het altaar, waar ook het schilderij van Rubens hangt, de tenemelopname van Maria. Aan die achterkant hebben we al eens verwezen naar het grote schilderij van um, Abraham Matthijs. Maar we kijken nu ook naar wat onder dat schilderij te zien is, namelijk een klassicistisch Fries van Matthias van Bree uit 1823. Zo goed geschilderd dat het een tropel wordt. Je denkt als je ervoor staat dat het een basrelief is met diepte in, maar het is gewoon een vlak schilderij. Met drie tafereelen uit het leven van Maria, met in het midden dan het huwelijk van Jozef en Maria. Het mag de aanleiding zijn om in deze reeks heilige eindelijk Sint Jozef is in uh, beeld te brengen. Paus Franciscus heeft dit jaar toegewijd aan Sint Jozef en heeft daarvoor een document geschreven, Patris Cordae. De moeite om te lezen, omdat het een meditatie is over deze heilige die een inspiratie wil zijn voor elke gewone gelovige zoals u en ik. Centraal in het leven van die heilige staan rechtschapenheid en nederigheid. De traditie zegt dat Sint Jozef um, een weduwnaar was. En al een oudere man met verschillende kinderen, zijn zoons zullen achteraf de broers van Jezus genoemd worden, die dan opnieuw in het huwelijk treedt met een jong meisje, Maria. En in die periode tussen de verloving, zeg maar de ondertekening van het contract. En de eigenlijke voltrekking van het huwelijk, die periode kon in die tijd heel lang duren, meer dan een jaar. In die periode ontdekt hij dat Maria zwanger is en wil heel um, ja, subtiel afstand nemen, zich terugtrekken. Hij wil daar niet moeilijk over doen, maar wil wel uit het beeld verdwijnen. Hij is daartoe bereid. En dan ontvangt hij van de engel de boodschap: ja maar wacht even, jij uh, wordt als echtgenoot van Maria. Ingeschreven in de heilsgeschiedenis die God wil waarmaken in deze wereld. En op dat moment stapt Jozef naar voren. Doet hij wat moet gedaan. Die combinatie van rechtschapenheid en nederigheid, dat is wat centraal staat in zijn leven. Dat is de trouw die hij belooft. Aan Maria op het schilderij, de trouw die hij ook heeft waargemaakt tegenover God in die heilsgeschiedenis. Door de beschermer te worden van Jezus, de opvoeder te worden van Jezus, de behoeder van, het, van de heilige familie, de behoeder ook dus van onze kerkelijke familie. Zo willen wij hem vieren. En Paus Franciscus benadrukt in zijn document Patris Corde. Dat we Sint-Jozef dus moeten blijven zien als iemand die heiligheid toegankelijk maakt voor iedereen, ook voor u en voor mij. Als hij dat zo kan, waarom jij dan niet? citeert Franciscus de heilige Augustinus, maar nodigt ons uit om zo te kijken naar de heilige Jozef. Aan het eind van het document schrijft Paus Franciscus een gebed gericht aan Sint-Jozef. Ik lees het u graag voor. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, bruidegom van de Heilige Maagd Maria. Aan u heeft God zijn enige zoon toevertrouwd. In u heeft Maria haar vertrouwen gesteld. Bij u is Christus man geworden. Gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader en begeleid ons op ons levenspad. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed, en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.